Yo, kijkers van Online Games en hartelijk welkom. Eindelijk weer terug bij een gloednieuwe aflevering van de voetbalvoorspelling. Goed jongens, afgelopen maand natuurlijk niet gedaan. Misschien wel bijna zelfs 2 maanden volgens mij. We gaan eens eventjes allemaal bij elkaar verzamelen wat we eigenlijk aan mijn hoofdstellen staan. Moeten we eens even gaan kijken. Posities, moet ik daarop drukken? Ja, kijk, Champions League. 688 punten, Conference League 769, Eerste Divisie 1092, ik heb kwalificatie, Eredivisie 1170, nou dat is allemaal keurig. We gaan het dus nu voor de komende week natuurlijk doen, dus even kijken aan komende week. Vrijdag is het in de Eredivisie speelronde 32. Hebben we Almere City tegen Heerenveen. Dat gaat eindigen in 1-1. Ja, dan hebben we dus Fortuna tegen Go Eagles. Dat eindigt in 0-2. Vervolgens hebben we natuurlijk in de Eerste Divisie speelronde 37 van de 38. Iedereen speelt. Alle wedstrijden natuurlijk om 8 uur. Normaal altijd op vrijdagavond. Dus dan is het De Graafschap tegen Jong Utrecht 2-0. Volgens Den Post tegen FC Emmen. Emmen heeft de punten keihard nodig om nog die play-offs te bereiken. Wat wel heel moeilijk gaat worden. Dan gaan we deze doen. Ho. Ja, dan moet je eerst de uitslag doen. 1-3. Emmen heeft dus de punten keihard nodig. Dordrecht tegen Willem II. Ook Dordrecht. Kan kans maken op directe promotie. Dat kan allemaal. Willem II hoeft nog maar 1 keer te winnen. En dan zijn ze gepromoveerd naar de Eredivisie. Dus die zijn er best wel op gebrand, moet ik zeggen. En dat gaat ook lukken, denk ik. Ik denk dat Willem II gaat winnen met 1-0. Betekent eerlijk gezegd zo goed als dat Dordrecht niet rechtstreeks kan promoveren. Want als Dordrecht verliest, dan kunnen ze niet meer rechtstreeks promoveren. Maar dan gaat het puur om tussen Roda en FC Groningen. En die wedstrijd is volgende week vrijdag. Dus in speelronde 38. Dus dat is een kraker. Helmond Sport Eindhoven. Eindhoven is klaar. Helmond Sport kan ook nog voor die play-offs gaan. Dus ik zeg 2-0. Dan hebben we nog... Jong AZ tegen MVV. MVV staat op dit moment op die laatste play-offs plek. Maar ze hebben 2 punten verschil, dus het is heel klein. Het kan zijn dat MVV het haalt, maar het kan ook zijn dat het anderen zijn. Jong AZ, MVV, dat gaat op een 2-0 overwinning voor Jong AZ. Zodat MVV gaat verliezen, waaronder dat ze dus die play-offs plek kwijt kunnen raken. Jong PSV tegen Top Os eindigt in 1-0. Ato Den Haag is al verzekerd van die play-offs plek. NAC is er bijna. Zo goed als bijna. Het kan nog misgaan van NAC, maar dan moeten ze beide wedstrijden verliezen. Ik denk als ze nog minimaal een punt pakken, dan hebben ze die play-offs plek bereikt. Dus ik zeg ook 1-1. Dan hebben we Roda tegen Cambuur. Ook Cambuur kan die laatste play-offs plek nog pakken. Als het moet. Tegen Roda. Roda hoeft alleen maar te winnen. Dan zijn ze lichter aan wat Groningen gaat doen. Verlies Groningen, wint Roda. Wint Willem II. Dan is Roda ook al gepromoveerd naar de Eredivisie. En Roda Cambuur. Cambuur heeft dus de punten keihard nodig. En ik denk dat het... Roda heeft dus best wel wat promotiestress, zullen we het maar even noemen. Dus ik zeg toch een kleine... Nou, laten we het op 1-1 houden. Ik zeg 1-1. Cambuur heeft toch punten hard nodig. Maar bij de gelijkspel is er niet genoeg. Dus zullen die ook, ja, ligt aan W-verlies. Als het zo allemaal blijft, Willem 2 wint neemt. Waardoor dat toch Emmen wel weer wint. Zodat Emmen... Dus volgens mij op die play-offs plek zou komen te staan. Telstar tegen Groningen. Groningen moet winnen. Om direct te promoveren. Dus zij moeten echt aan de bak. En ze hebben niet echt
moet ik zeggen, promotiestress. Want ik doe tegen Willem 2-1. Dat is wel knap. Maar het liefst hadden ze gezien dat Groningen zou winnen. Want als Willem 2 tegen Groningen afgelopen vrijdag had gewonnen, was Willem 2 definitief al gepromoveerd. Maar goed, Telstar 0, Groningen 2. Dan hebben we VVV tegen Jong Ajax. VVV is officieel klaar. Niet officieel. Ze kunnen nog maximaal 6 punten, maar ze kunnen die play-offs maar. Dan moet MVV winnen. Verliezen. Moet Cambio verliezen. Moet Emmen verliezen. Moet Helmond verliezen. Ja, dat zijn er gewoon 4 tegenstanders waarvan die alle 4 moeten verliezen. En dat gaat niet lukken. Ik denk van en dan is het alsnog heel klein. Terwijl dat natuurlijk wel de volgende wedstrijd toch tegen MVV is. Maar toch, dat ligt eraan als Cambuur wint bijvoorbeeld van Roda en Cambuur wint de volgende wedstrijd. Ook ja, dan is Cambuur bij die play-offs. Maar voor hetzelfde is het Helmond. Als Helmond wint een eind over en ze winnen de week erna, dan heeft Helmond die play-offs. Dus dat is, ja, het is voor VVV echt heel klein. Dus theoretisch is het nog wel te doen, maar het wordt heel klein. Dus ze zijn eigenlijk al klaar en ik denk dat het 1 tegen 3 gaat worden. Goed, dan gaan we op zondag speelronde 32 ook Heracles tegen RKC Waalwijk. Dat is een wedstrijd. Heracles Almelo is veilig. Ze zijn veilig. Dus betekent natuurlijk dat die misschien gewoon het seizoen uit kunnen spelen. Maar RKC Waalwijk is namelijk nog niet veilig. Dus ze moeten eigenlijk proberen om toch wel proberen te winnen. En ik denk eerlijk gezegd dat RKC ook gaat winnen. Dan hebben we natuurlijk de kampioenswedstrijd tussen PSV en Sparta. Dat eindigt in 2-0 voor PSV. PSV is dan kampioen. Utrecht tegen degradant Vitesse. Vitesse heeft dus 2 punten. Afgelopen week natuurlijk gewonnen van Fortuna Sittard. Natuurlijk is het mooi voor Vitesse dat ze voor Fortuna Sittard is dat seizoen in ieder geval eigenlijk ook al klaar. Misschien dat er theoretisch nog een kans is om de play-offs in te gaan voor Europees voetbal. Maar die kans die is nu op dit moment volgens mij heel erg klein. Ik verwacht ook niet dat Fortuna daar naartoe gaat. Dus in ieder geval, dus dat is wel heel mooi daar komen. Zie je, die hebben we al gespeeld. Dus ik denk gewoon dat Utrecht de meeste kans heeft om die. Nou, ze kunnen het volgens mij ook rechtstreeks dingen. Dus ik denk dat het gewoon 1-1. Dus het is mooi dat Vitesse gewonnen heeft. Dus in ieder geval. En dan hebben we Volendam tegen Ajax. Het klinkt heel gek wat ik hier ga zeggen. Maar Volendam moet winnen. Als het verliest, is het afgelopen voor Volendam. Maar ik denk, weet je waarom ook niet? Ajax niet echt. Nee, de beste moet Ajax is zo'n beetje bijna wel klaar. Ze kunnen natuurlijk knokken voor die 5e plek om dan niet. Dus zeg maar niet die Europese die play-offs hoeven te spelen, maar dat ze direct naar een. Gelijk naar een. Wat is het, hoofdfase of kwalificatie van Europees voetbal. Maar dus die gaan in ieder geval dan Europees voetbal. Maar ik denk, laten we iets gek doen. Volendam wint met 1-0. Dan hebben we AZ tegen FC Twente. FC Twente, fantastisch. Hebben goed gedaan. Ze gaan Europa in. AZ gaat volgens mij ook Europa in. Dus ik denk dat het gewoon lekker 2-2 eindigt. Feyenoord tegen PEC Zwolle. Feyenoord definitief op de tweede plek gaan. Groepsfase Champions League in. Heel mooi. De derde kunnen ze denk ik ook niet meer worden. Want dat is FC Twente. Het gat is heel groot. Dus dat gaat allemaal niet meer lukken. Goed, PEC Zwolle is ook veilig. Dus dat is ook heel mooi. Dus dan zetten we het gewoon. Ja, ik denk dat Feyenoord wel gaat winnen van PEC Zwolle. En dit is een 3-1. Slaan we het even allemaal op. Nou, heel erg mooi. Dan gaan we eens even kijken of we van 6 tot 12 met de zijn door de week nog wat wedstrijd. Maandag speelt Excelsior nog tegen NEC. Excelsior moet eigenlijk ook winnen om uiteindelijk die play om handhaving te zoeken. Ze zijn dus aan de vechten. Excelsior is echt aan het vechten met RKC. Wie nou plek 16 gaat bemachtigen, zullen we maar even zeggen. Ze willen het allebei niet, maar eentje moet het zijn. NEC doet ook redelijk goed. NEC is ook wel klaar zo'n beetje in de Eredivisie, dus ze moeten gewoon het seizoen uitspelen. Ik zeg 1-1, dan hebben we Champions League halve finale Paris Saint-Germain tegen Borussia Dortmund. Dat eindigt in 2-0 voor Paris.
Dan hebben we natuurlijk Club Brugge tegen Fiorentina. Dat eindigt in 0-1. Champions League, Real Bayern München 0-1. Waarom ook niet Atalanta Olympique 0-2. Bayer Leverkusen gaat nip winnen met 1-0. Laat het zo doen. Geen scoren. Zo, kijk. Dan hebben we nog Olympiacos tegen Aston Villa. Aston Villa eindigt in 1-3. Goed, en dan hebben we natuurlijk Eredivisie weer rond 38. Dus de laatste iedereen. Je kunt alle extra voorspellingen doen. Kijk. Cambuur Helmond. Dat zijn dus wel twee ploegen. Stel je voor eentje zou bijvoorbeeld gaan winnen. Dat ligt aan wat MVV en VVV doet. Hetzelfde voor VVV zou bijvoorbeeld winnen. Omdat dat Cambuur of Helmond een van die twee wint. Dan gaan die al die play-offs in. Maar het kan ook zomaar zijn dat NAC het toch niet gaat halen. Bijvoorbeeld dat Cambuur en Helmond. Of dan ja, misschien toch naar VVV. Maar dan moet VVV echt allebei de wedstrijden winnen. En dan nog. Is het theoretisch de kans heel klein. Dat gaat echt niet lukken. Je weet maar nooit voor hetzelfde geld. Cambuur, Helmond 1-1. Bijvoorbeeld de andere wedstrijd verliezen ze allebei. VVV zou bijvoorbeeld winnen van Jong Ajax. En deze ook. En MVV zou beide wedstrijden verliezen. Maar je hebt dan ook nog natuurlijk FC Emmen. Dat thuis speelt tegen de Graafschap. De Graafschap is klaar. Dus ze kunnen zich in ieder geval focussen op die play-offs. Dus het kan allemaal een topos tegen NAC. En Willem II Telstar voor de kampioenswedstrijd. Terwijl dat de kraken toch wel hier tussen gaan. Tussen FC Groningen en Roda JC volgende week vrijdag. De kraker is dat dus. Dat gaat wel een heerlijke pot worden. En dit is speelrond 33 van de Eredivisie. Zijn het dus wel wat belangrijke wedstrijden? Of valt het mee? Nee, het is bijna zo goed als klaar. Ja, RKC doet PAX worden. Is toch wel... iets waar RKC punten kan pakken. En Excelsior ook wel toch wel tegen Heracles. Dat zijn toch wel leuke, best wel wat water bij Excelsior. En RKC best wel punten van pakken tegen de twee ploegen. Je weet het, Heracles pakken zijn allemaal veilig. Dus dat is mooi. Voor de rest is het allemaal zo goed. Extra voorspelling. Hoe hebben we het allemaal gedaan? Ja, Eredivisie. Almere City, verwacht gedegradeerd. Dat is heel knap hoor. Heel knap. Of voor Goedigos, heel knap. Oké. Okay. Toch heb ik Twente wat erg laag gezet. Maar ja, je weet het maar nooit hè. AZ zit op de plek. Dit had ik een beetje moeten veranderen. Maar komt dat Ajax natuurlijk, ja. Best wel een... Hoe zit het in de... keukenkampioen. Hoe heb ik dat dan hier gedaan? Dat heb ik hier VVV veel zo hoog gezet. Willem II toch wel wat erg laag. Cambuur ook veel en veel te hoog. Eindhoven veel te hoog gezet en veel goed. Roda veel te laag gezet. Ook die Graafschap Telstar. Jong Ajax zet goed. Jong P. Ja. Het is Dordrecht veel en veel te laag heb ik ze gezegd. Als verwacht dat ze 19 gaan. Dit gaan we dus ook allemaal natuurlijk allemaal uitgebreid nog even doen. Maar Dordrecht gaat ervoor dat ze 19. Wat een comeback hebben die gemaakt Dordrecht. Voor hetzelfde geld spelen die volgend seizoen in de Eredivisie. Wat betreft de Europa League. Hoe zit het daarmee? Kunnen? Nou, dat is al klaar. En de constructie, dat doen we volgens mij best wel redelijk goed. Ja, zie je? Het kan altijd dat we de juiste winnaar hebben. En de Champions League. Daar hebben we ook al meteen alles op nul. Ja, zie je, dat is ook al klaar. De KNVB was volgens mij ook al klaar. Ja, dat was al hier. Al bij die halve finale was het al klaar. Onder dat dus Feyenoord beker won. Ja, waarom heb ik... Het is niet hierbij gezet, nou goed.
Maar er zijn er ook maar drie, zie je dat? Oké, heel apart. Nou goed. Ik ga het eerst belaten, jongens. Wij zien elkaar natuurlijk gewoon weer volgende week weer terug. Hopelijk zijn jullie er in ieder geval bij. Dan gaan we kijken hoe goed dat we dat deze week hebben gedaan. En dan gaan we natuurlijk richting speelronde 38 van de Keukenkampioen Divisie. Speelronde 33 van de Eredivisie. Dus bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot volgende week dan weer, jongens. Mazzel!